Zin in vanavond, absoluut. We hebben 2 jaar geleden ook zo'n ervaring gehad tegen NAC. En toen was het net 1-0 verloren. Dus we gaan ervan uit dat het vandaag beter gaat. Ja, met open armen ontvangen is misschien wat overdreven. Maar we willen toch wel een goed gast hier zijn. En de mensen het nodige bieden. Ze hebben een apart stuk waar ze zelf kunnen vertoeven. Waar eten en drinken is. En waar ze alles kunnen doen. Heel dicht bij de parkeerplaatsen. Ze kunnen heel dichterbij komen. Dus de lijntjes zo kort mogelijk. Een van de lampen op het hoofdveld die brandt niet. En die moet vanavond echt branden, anders hebben we een groot probleem. Dus er komt zometeen nog een monteur die die lamp moet gaan repareren. Ja, ik ben dan niet reëel denk ik, maar ik denk dat we met 1-0 gaan winnen. Ik denk dat we met 3-1 verliezen. Zoals dat ze nu spelen, kunnen ze winnen. Ja, verrassingen zijn de wereld nog niet uit, dus je weet het nooit. Bal is rond, zeggen ze altijd. Dus we hopen het beste ervan.